Hallo iedereen, welkom weer in een nieuwe vlog. Je hebt dan nooit door als ik een film of zo. Ja, ik zie dat niet. Ja, het is wel een trein, het was best geconcentreerd. Amber en Nicky. Niels zijn beste vriend Nicky en zijn vriendin Amber. Dus super leuk. Ik kijk er keihard naar uit. Het is wel niet zo zonnig als we gehoopt hadden. Het is best bewolkt. Maar oké, we zitten ook nog maar in Brussel. Hè? Dus ja, het is nog vroeg. We moeten nog een uur en een kwartier rijden. We zijn trouwens niet samen met Amber en Nicky gereden. Omdat wij gaan overnachten in Brugge, in het centrum, in het Radisson Blue Hotel in Brugge. En Amber en Nicky moeten werken, dus morgen. Dus die gaan gewoon naar huis. En ik kijk er heel erg naar uit, naar ons weekendje weg. Jij ook? Ik ook. Ja? Eerste weekend weg. Alleen, ja. Sinds lang toch. Ik weet zelfs niet. De laatste keer dat wij een weekend zijn weg geweest was in december. Ja, dat is het. Dus wel heel tof. Kijk er echt naar uit. En ik. Hey, Peep. Hallo. En we zitten op de Weekend Dance Beach Bar. Maar het waait wel, dus mijn haren waaien. We zijn nog aan het wachten op Amber en Nicky, maar we zijn al aan het kijken wat we gaan drinken. Het is, moet ik eerlijk zeggen, wel iets minder chic dan ik had verwacht. Ik dacht wel dat het zo chiquer ging zijn. Maar het is nog wel tof, die discoballen en zo. Het is nog wel leuk gedaan. Ondertussen zijn we in Knokke, want Weekend Dance Beach, hoe noem je dat? Beach Bar was niet zo heel top, dus we zitten nu in Knokke bij de Blue Buddha. Super tof hotel, super mooi en onze kamer is echt wauw. ik ben heel verbaasd, het is echt super mooi en we hebben een bad waar ik echt super blij aan ben. Ik ga even Instagram stories maken voor mijn volgers, maar Niels gaat mij volgen met de camera zodat ik mijn uitleg maar één keer moet doen. En mocht de kamer filmen, niet mij. Nee. Oké, let's go. Ah ja, maar op mijn story ga ik niet vertellen. Dus ik zal direct de uitleg voor jullie doen, op mijn story ga ik niet praten. Oké, ik heb mijn stories gedaan. Ik ga even ook hier alles laten zien, want het is echt zo'n mooie kamer. Echt super blij. En het uitzicht hier is ook zo enorm mooi, echt super. Oké, hier kom je binnen. Hier heb je Niels, niet inbegrepen met de kamer. Hier heb je plaats om je koffertjes te zetten. Een volle
lengtespiegel, wat altijd heel tof is, vind ik op hotel. Altijd een pluspunt is. Want ik vind het wel altijd tof als je zo je outfit kunt zien voor je vertrekt. Dan hebben we hier een koffiebarretje, een theebarretje, glazen, plaats voor de jasjes te hangen. En kastruimte trouwens ook. Dan hebben we hier een bureau. Super tof, kijk dit. Oh, en glaasjes. En cava. Super, super tof. Of champagne, ik weet het niet. Dan hebben we hier een zetel. Een chill hoekje. We hebben dus trouwens de suite genomen. Hier heb je al gewoon een fantastisch uitzicht. Daar zie je ook het centrum van Brugge. Echt zalig. We zitten trouwens op 15 minuutjes wandelen. Wat echt niks is. Dan hebben we hier het bed. Oh, ik vind het zo spijtig dat we hier maar één nacht blijven. Echt super spijtig. Nou, hier is dus het bed. En ziet je 's ochtends gewoon al wakker worden met dit. Dat is echt een droom. Zalig. Dan hebben we hier trouwens ook een grote tv. Maar ik zal dat van wat verder laten zien. Hier hebben we het balkon. Waar mijn schatje zit. Hey babe. Kijk ook hoe mooi, hè. Hey, dat vind ik trouwens heel mooi, ook voor bij ons. Maar dan zoiets aan de voordeur. Even ter dingen. Random info, maar dat zou ik heel graag willen. Maar kijk dit. Het is toch echt super, hè. Doorlopen. Doorlopen? Wat? Ik wil helemaal rond. Maai, oké. Oké, je kunt hier gewoon helemaal zitten. Wauw, oké, tof. Dat is wel echt super chic. En dan hebben we. Je kunt ook nog naar die kant. Ah nee, die, ja, dat is die andere suite. Ja, ja, ik snap het. Dan kom je hier dus terug in de slaapkamer. En hier heb je de tv hangen. Super tof. En dan heb je hier de badkamer. En ik zei tegen Niels, stel als we een bad hebben, dat zou ik zalig vinden. En Niels zei, hoop er maar niet op, want dat is vaak niet. Maar dus, Radisson Blu in Brugge heeft dat, de suites. Dan hebben we hier de lavabo's. En hier de douche. Een hele grote inloopdouche ook nog eens. Maar ik ga gewoon een bad gebruiken. En dan hebben we hier nog een apart toilet. Hier is trouwens een deur. Dus dat kun je toedoen. En als je hier in bad zit, met dit uitzicht en uitzicht op de kamer, is gewoon echt een droom. Wauw. Dit is echt zo enorm mooi. Ja, I'm happy, hè. Echt chic eigenlijk, hè. Mooi, hè. Heel ja. Mooi. Badkamer is echt... Jij ja. Zit zo verbrand, trouwens. Brand, dat ik weet. Je zegt zo rood. Oh, garm. Maar ja, het is dus nu, ik denk 8:30, 9:00. Ik ga eens kijken hoe laat het is. Het is 8:55. Dus ik denk dat we een badje gaan laten lopen. En, allez, ik althans, ik weet niet of Niels ook een bad wil of wil douchen. En een glaasje gaan drinken en een stukje lekker chocola eten. Oké, we gaan een badje pakken met een kavatje. Ik heb trouwens een kortingscode voor jullie, dat jullie een gratis glaasje cava kunnen krijgen als jullie rechtstreeks boeken bij dit hotel. Maar ik zal dat allemaal in de beschrijving zetten voor jullie als jullie interesse hebben om zelf naar het mooie Brugge te komen. We zijn uit bad. Hey schatje. Hallo. We hebben badjassen, hoe zalig. Een hotel dat badjassen heeft, dat is echt een goed hotel. Dat ik zeg altijd, ik altijd. Ik dringend een badjas willen aandoen. Ja? Je was jaloers omdat ik had een paar dagen geleden een badjas aan. Hè? Ik heb bijna die roze zelf aan. Maar dus, terwijl we in bad zaten, ik had aan de balie gevraagd voor leuke lunchtipjes. Tipjes. En dit hebben ze onder de deur gestoken. Super lief. Dus er staan een paar lunchtips op. En Balthazar had er al veel gezegd. En ik ken ook het meisje die dat... Ik weet wie dat is. Sarah. En That's Toast, dat had er ook al veel gezegd. Dus ik denk wel dat we zo eentje gaan checken morgen. We gaan nog een koffietje en theetje drinken. Voor mij is het theetje. En Niels heeft een koffietje decaffiné.
En dan gaan we nog drinken op ons terrasje. Goedemorgen. Ik was gisteren de vlog vergeten af te sluiten. Dus ik ga de vlog nu afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Er komt nog een Brugge deel 2. Dus stay tuned voor die vlog. En voor nu... Ciaokes bikers! Tot de volgende keer! Woehoe.